Mag ik deze hebben, Jacob? Ja, ja, het is gewoon zo'n stand. Oh, er gebeurt niks. Ja, ja. Nou, wat mooi, ja. Jacob, wat is. Gewoon wel instrumentaal. Ja, dat zeker. Gewoon een proef worden, hè. Woehoehoe! Ja, er staan geen verzoekjes in de verzoekserver hier, maar ze hebben wel een Noors mee, hè? Hele goedemiddag, Jacob. Goedendag, Bert. En luisteraars natuurlijk van de vrienden van Rocky. Door de Wittveur, hè, die luisteraars. Ja, door de Wittveur. Die hebben al 7 uur muziek straks. Nou, ongelooflijk. Dan gaan we er half uur, dus even er een week in. Ik zei het hem, Wilma, dat heeft Jacob toch al jaren gedaan. En toen bedoelde ik me. Ik zei, nee, dat ken ik. Maar Jacob die deed altijd ooit dag in het jaar. Ja, dat was de laatste dag van het jaar. Ja, hè? Van 6 tot 6, hè? Van 6 tot 6, dat is al meer dan 30 jaar zo. Ja, dus dan wordt dit jaar weer hetzelfde. Dan kennen de jongens van die wel even de deur op schoppen, hè? Ja, ik denk ook wel dat ze net aan. Ja, maar die hebben dan ook niet weer de laatste dag, want ja. Dat is die dag. Het moet wel gezellig zijn. Dat bedoel ik. Ja, ja, zo is het wel. Nou, voor de luisteraars alvast de laatste dag in het jaar, de oudjaarsdag. De Rocky zelf achter de knopjes. Zo eerst, van 6 uur smeut tot 6 uur zo. Precies. Ja hoor. Mooi man. Maar dit jaar gaan we nog een dag langer deur, maar we gaan pas naar jouw dag hoor. Dat mooi is nou hè. Ga je het baas erin, die nacht? Ja. Dat is wel mooi. Ik heb in 2008 in december aanzet en ik zeg, nou ja, dat doet als in 2019. Geweldig. Dus, wat mooi. Oh, ja. Dat is wel weer nieuws, want dit wist ik nog nooit. Nee, ik doe nooit, maar de mooiste luisteraars van mij al wel, hoor. Haar gaat stiekem verklapt. Ja, ik ben er nog steeds aan het waren over daar. Dat hoor ik weer niks. Ja. Nee, Christo ga je wrijven, zoiets. Nee, ik kreeg er gewoon wrijven om nog niet te luisteren. Wie wel? Doe eens een goede boord, ja. Ja, ik heb gezegd van, ik ga je twintigste naar draai. Nou, dan moet je dat op die toet werd, zei je. Ja, nou, man. En hij heeft er weer kwam. Goeie baas, maar dit was ook hard voor de boos. Ja, dat is ook weer zo, hè. Het is een wisselwerking. Ja. Maar we gaan trouwens ook wel wat muziek draaien, hè? Ja, we gaan muziek draaien. En nou, zegt hoe je die pick-up stond. Eerst zei ze wel dat het een pick-up waren. Nou, dat was hij zo. Ze leek erop, hè? Ja, kan ik vragen ook. Dus het zult hem maken. Ja. Moet nog, dat die ding nog steeds draait. Ja, ze draaien hier nou. Ja, en nou wel. Nou, zat Birdie hier tussen die zengeltjes te king. En wat pakte er nou al? Eerste oude, hè? Ja, de Visser van Zolkamp, hè? Ja, ik heb ooit singeltje. Ja, dat is hem, hè? De Visser van Zolkamp. Ja, ooit singeltje van Birdie heb ik hier. En ja, heb hij nou 2 A kan of 2 B kan? Nou, dat is mooi inderdaad, dat streep Frans. Want daar we die single mouw, daar had ik dus een plooitje ingezongen voor de Noordster, hè? Op een instrumentaaltje. Dat was toen nog wel in de toet van de Dakota's of wat die band. Ja, ik weet niet goed van eerst, maar gitaarbandje. Ik vind het wel een mooi nummer. En daar had ik dus een tekst op mocht en die had ik bij haar in de bruiloft dus gegooid op een cassettebandje. En die jongens waren zo enthousiast over dat nummertje. En dat ze zich Frank wel het en alles zong. Maar ja, ik had dat stiekem door, dus ze wisten nou dat ik dat was. En daar kwamen we er dus op een gegeven moment achter en toen zeiden ze jongens van, die mooi een plooitje van me op. Nou, en dat was voor mij natuurlijk geweldig, want ik wil ook zo groot een singeltje maken. En daar had ik dus een paar jongens daar mee wonen. Dus ik zit daar gewoon met dat down. Ik zeg, maar dan moet ik wel op de andere kant maar ook een liedje in. En dat had ik natuurlijk al lang in de kop. dat was een truc. Want ja, ik wil natuurlijk zelf ook groot een liedje erop hebben. En dat was de Visser van Zolkamp. En omdat ik dat met die jongens samen deed, ja, moest dat de Noordster uit de A-kant worden. Ja. Maar ja, het was natuurlijk gewoon A-kant. Maar de Visser van Zolkamp was natuurlijk veel gezelliger. Ja. En had er veel meer potentie om een hit te worden. Maar die Radio Noordster, die jongens vonden op een gegeven moment ook wel goud. Dan hebben we dat toch maar omdraaid. Want het zal eerst de A-kant worden. Ja. Maar het is dus de B-kant worden van de single, de Visser van Zolkamp. Wat ik eigenlijk, dat is Night Mall. Op elk feestje waar ik kom, en ik heb natuurlijk al wat feesten gehad, zing ik dat liedje. Dus dan zeg ik mensen wel, was er nooit zat van. Maar het is zo mooi om te zingen. Als ik dat versje inzet, dan is er voort een sfeertje. De mensen worden voort vrolijk en gewoon van links naar rechts. En dat is al 25 jaar lang, zolang als ik zing, is dit liedje standaard zitten in mijn repertoire. Als ik dit zo uit zing, dan is er echt wat aan de hand. Dit is Birdie niet best. Dit ben ik niet best. Dus dat is wel bijzonder, Jacob. Om dat te zeggen. Ja, dat dacht ik ook. Maar ik heb hem ook 10 jaar lang bij die op feest zongen, hè? Ja. De enige artiest die 10 jaar op mijn feest doen best is. En 10 jaar lang is Zulde Veske. Ja, ook nog. En je had hem niet deur, hè?
Ja, dat was ook duur. Ik beurde hem 100 euro extra. Ik denk, dat doe ik ook niet. Nee, dat is niet gebeurd. Nee, dat was ook altijd hard. Maar dat was die keer dat ik zo met Malina het best gezongen heb, denk ik. Want ik heb een keer een duet zo met zijn vrouw. Ja, ja, dat klopt. Daar wist ik ook niks van. Ze was al op weg. Ik denk, waar is dit? Ja, doe denk ik, voorzitter. Ja. Dan zat ze mooi bij mij in de studio. Ja. Maar Wilma wist ervan, hè? Oh, gelukkig. Gelukkig. Ja, maar dat was ook gezellig. Ja, dat was mooi, man. Er is nog wel zo'n vroeg, dan moet je meer met jou. Ja, dat won ook, hè. We won dan op een gegeven moment Lucas en Gea achterop, maar... ja, noem ons dat maar. We doen ons de Malina nee al omscreen, hè. Zo ging dat toch, ja, niet, zo is het ook. Ah, zo is het ook. Malina wil wel, maar toen zei ze nee, ik wil het al om ze, dat ze weg is. Nee, zo is het ook. Geweldig. Maar zou je dat blootje zijn draaien? Ja, welke aankant heeft er ook goed, ja. Ik heb de noordster erop zet, want ik vind dat toch een ontzettend mooi plootje. Want dat was eigenlijk het eerste luidje wat ik feitelijk op de plot mocht zetten. Ja, nou, Radio Noordster. Wie moet telefoon? Nou, moeten we daar nog aan doen, hè? Ja, we hebben dat live in uitzending, hè? Ja. Eén deur wel. Als een kind nog een vroeg is, dan hangt net op. Hij moet hem weer bellen. Nou, als diegene nog een weer wil bellen straks. Dan gaan ze weer bellen wanneer hij. Nee, Birdie niet hun wil. Ze zegt van, dan ken die plot er wel om. Nou, doe wel je toch ook niet de kut maken, zei ze toen, hè? Is Adam wel nog? Nee, Adam is ook film. Nee, dan is dat nooit. Oh, wacht maar. Oh, wacht maar. Oh, nou ben ik er even op. De vrienden van Rocky. Dit kost luister ooit, jongens. Dit kost luister, hoor. Ik heb het donderaf. Ja. Het donderaf. Wie kreeg ze wel weer terug? Wie kreeg ze wel weer terug? Ik, Bert... ik ga zo weg, hè? Ja, Bert gaat zelf nog weg. Ja, is dit Henk? Ja, dit is Henk. Maar nog hoor, hij zegt niks en ik hoor nou al dat Henk is. Ja. Ook maar op je roor, hè? Ook maar op je roor. Was er nog wel al Henk uit de hart? Ja. Henk en ook een bel verdoor, hè? Maar nou, had Henk als piroot, hè? Zuiderzee. 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 En hem ook weer de Noordzee, dat snap je toch ook niet. Nee, nou zo'n norm, hè? Ja. Hij was toen al, vaker zender. Hij was veel vaker dan ik. Soms met Radio Brinkman. Ja. In de Black Arrowhood, Temboer. Ja, daar hebben we dan altijd wel respect voor, hè? Ja. Wie draaide met die kleine baan? Ja, dat is zeker tien. Mooie tien, hè? Ja, dat is ik. Ja, doe als hier een tussenman zitten, Henk. Nou ja, ik was een groot kam, ja, dus weer meer geur, ja. Ik voelde me altijd sneller als mensen, hè. Ja, is ook zo, is ook zo. Maar Henk, Henk heeft dan ook nog een tientje disjockey best, hè? Waar is dat wel? Nee, dat word ik nooit. Ik ben bij Henk begonnen als DJ. Ja, ja, Henk die had dan een discotheek en die vrouw mij voor... hoe heet dat ook? Wat was het ook weer zo'n plekje waar ik dan weer ben met die? Oh, heet dat horen we weer? Aardewaardenziel, ja, daar was toen een piratendisco en Henk had me gevraagd, want die had me een keer zoen in de perenstal als DJ en die dacht, die man het zo net. Allerlei gauw zoen natuurlijk. Mocht ik dus voor het eerst als DJ draaien en dat was natuurlijk een holle eer, dus mijn kameraden met mijn kameraden Aardewaardenziel en door heb ik mijn debuut gehad als DJ. Bij Henk zijn discotheek. Nou ben ik hem nog halen dronken dankbaar voor, maar dat was er wel. Door is het eigenlijk begonnen. Door is begonnen. Kijk, ik kwam altijd in die Perestaal. Ja. En ik stond even die draait over en doe erachter. En ik was nog weer een sneeuwbaltrio met AD Kleine Paloma. Oh, ja. Die was er ook net uitkwam met zo. Hè. Dat was de type van Motormuis. Daar was er ook altijd over. Ja. En de Bosuil? De Bosuil, hè? Die heeft ook beelden uitkomen. Ja. De Bosuil komt toch in de eet. Ja. Heb ik ook nog dat een single uit. Wat is dat nou mooi, Rocky? Nou? Ik heb die al een muis genomen op eet. Wat is het hoe? Die maquette, die alles reeds in uit, die heb ik eet. Oké. Die wil naar de terug aan het schoon te zich vuur. Oké, is dat zo? Oh, Henk, voorzichtig aan, hè? Best op jullie. Ja. Nou, we hebben even een story in de mooie map. We hebben weer leuk aan mij. Oh, dat is ook mooi, ja, nee, prachtig. Die zijn ook nog wel in. Oh, dat is ook een mooi instrumentaltje. Ja. En dan gooi ik weer verder met rekenen. Wens jullie een fijne avond in. Ja, nou, ze is mogen weer huis maken, hè? Het heel denk. Je wil de uitdruk niet zo. Oké. Hoi. Mooi, al die oude piraten ook weer meer, hè? Ja, dat soort jongens komen op deze uitzending af. Nou, ik kreeg ze Henk en zo ben er nog wel meer. Ik kreeg alle joden belden je altijd weer op. Ken niet anders dan. Ja. Dat is een oude club, hè? Ja. Ik denk dat we dan een keer een reunie moeten nemen voor huis. Dat kan dan. Misschien moet hij wel rollen. Zou dat dan ook zijn met die huur?
Hoe duidt hij? Ik roep alweer handel. Je mag wel voor een vriendenprijsje. Ja? Ja, ik ken wel sponsors uit. Ja. Oh, ja. Ik wou er nog wel. Wie gewoon even over de computer. Oh ja, wie gewoon plooitje rijden. Kon eens toe, man. Ja, dan kreeg je nou... Zet ik hem erop. Burby. En dat was zijn allereerste singeltje. Oh, hij was iets groter. Deze? Ik mag even door hem touw lopen. Maar dit op twee? Ja, die ja. Oh, wat nou dan? Laat het allemaal omhoog. Gutte. Zo. Maar je zet mij niet meer, hè? Die man heeft zoveel die nooit bij hem, die bedoelt je knapte en hij zet hem. Hij komt eraan en dat is... Hij komt erop. Oh, mooi jongens. Daar komt er, hè? Radio Noordzee aan de baan. Dat stemmetje. Zou maar naar gaan. Ja. Kopstem, hoog. Dat zijn ze, ik was in de studio.